en zusters. Hartelijk welkom in onze christengemeente Bundemeerse. Ook namens onze gastpredikant, de heer Van Heiningen, heel welkom. Er is woensdagavond weer bijbelstudie bij Van Groningen, als het goed is, hè? Ja. En we hebben afgelopen week een drietal jaren gehad. Dat is Kitty van Assen, Aline van Groningen en Pascal van Tol. Als het droog weer is, dan gaan we met de gemeenteleden en de kinderen even naar Meersenen, naar het park. Er is ook een mooi klein speeltuintje. Maar mocht het slecht weer zijn, dan blijven we gewoon hier. Als er soms mensen zijn met kleine kinderen, en ze worden een beetje, dat moeder wat zenuwachtig wordt, dan kunnen ze achter in de kleine zaal met de kinderen, moeten ze wel met de kinderen meegaan. Want er is maar één leiding daar, dus jullie, als het nodig is, door de gang en de kleine zaal achter. Maar voor we de dienst beginnen, zingen we een drietal liederen. Het eerste lied is 232. Als tweede lied zingen we 234. Thank you.
Dit zingen we 2:35. Broeders en zusters, ga een klein stukje nog lezen uit het dagboek van deze morgen. Dat staat allemaal in Jacobus 5. Het gaat over de dienst der gebeden. Het gebed van een rechtvaardige vermag veel, doordat er kracht aan hem verleend wordt. We onderscheiden vaak de kracht van het gebed. Bidden is een van de belangrijkste manieren waarop we de Heere kunnen dienen. Als we bidden, zijn we niet alleen bezig om de Heer te loven en te prijzen, maar zijn we ook bezig met uitoefening van ons priesterambt. We zijn geroepen om priesters te zijn. De belangrijkste taak van een priester was om als bemiddelaar tussen God en mensen op te treden. Hij trad op als voorspraak bij God om de noden van zijn mensen bij God bekend te maken en een schuld voor God te belijden. Als we bidden, doen we beroep op Gods belofte voor andere mensen. We dragen de noden aan God. We pleiten voor een zielenheil. We vertrouwen hem toe aan Gods liefde en zorg. Als we bidden, zeggen we tegen de Heere dat we erop moeten vertrouwen dat hij zijn belofte houdt en dat we hem op zijn woord vertrouwen. We kunnen zonder twijfel aannemen wat Jacobus tegen ons zegt. Er zit kracht in het gebed. De Heere wil graag horen dat we echt op hem vertrouwen
en op zijn krachtig werk aanspraak willen maken. Als je niets meer kunt doen, kun je nog wel bidden. Doe dat met overgave. Heer, wilt u me helpen om een trouwe voorbidder te zijn? Amen. Als je niets meer kunt, kun je nog bidden. Ja, broeders en zusters, dat vind ik weer een... Bidden kun je overal. Je kunt ook wel in de Bijbel bidden, op de fiets, maar dat gaat niet natuurlijk. Of in de auto. Maar bidden kun je elk moment van een dag. Maar we moeten niet bidden met automatisme. Gewoon wat afratelen. Als ik bid, of als jullie bidden, laten we bidden met een rust in de geest. Een rust in het hart. Dan kunnen we bidden. Voor onszelf, voor de kinderen of voor medemens. Waar we het gebed voor vragen aan onze lieve Heer. Dan denk ik toch dat Hij het gebed dan hoort. Maar niet door onze wil. Ik heb in het begin, toen ik echt tot geloof kwam, bad ik ook voor dit of dat of dat. Maar dan meende ik al, voordat ik begon, zei ik al tegen onze lieve Heer, dat en dat en dat. Ik zei het hem voor waarom om, hoe het moest gaan. Maar zo werkt het niet. Met een geopend hart kunnen we een gebed tot de Heer brengen. En dan denk ik toch, op het later tijdstip, zien we toch dat licht waar we voor gevraagd hebben. En dat is het dan, wat Jacobus meent ook, gebed met overtuiging. Met een geopend hart. De Heer van de Heide zal als je voorgaan in de samenkomst. Bedankt ook voor die mooie woorden over het gebed. En dat is ook goed om dat nu te zeggen, want we gaan nu direct een moment van stilte nemen waarin ieder persoonlijk ook tot God kan bidden. Onze hulp en onze verwachting zijn ook vanmorgen alleen in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. In de naam van die God die trouw blijft van generatie op generatie en die de werken van zijn handen nooit loslaat. Genade is er voor ons en vrede van hem die was, die is en die komt en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. In Psalm 31, daar lezen we hoe groot is uw goed dat u weggelegd hebt voor wie u vrezen. Het goed dat u bereid hebt voor hen die tot u de toevlucht nemen. Vorige week zondag was het Pasen. En we hebben het herdacht en gevierd dat de Heer Jezus is opgestaan, dat hij leeft. En eigenlijk is het ook vandaag weer Pasen, want de rustdag die vieren we altijd op de opstandingsdag van de Heer Jezus. We gaan daar vanmorgen ook van zingen met lied 331, Jezus leeft in eeuwigheid. Jezus leeft in eeuwigheid, lied 331.
Jezus leeft in eeuwigheid. Zijn shalom wordt werkelijkheid. Alle dingen maakt Hij nieuw. Hij is de Heer van mijn leven. Straks als er een nieuwe dag begint en het licht het van het duister wint, mag ik bij Hem binnen gaan, voor zijn troon gaan staan, hef ik daar mijn loflied aan. Jezus leeft in eeuwigheid, zijn shalom wordt werkelijkheid. Alle dingen maakt Hij nieuw, Hij is de Heer van mijn leven. Als wanneer de grote dag begint en het licht voor altijd overwint, zal de hemel open gaan, kom de Heer eraan, hef ik daar mijn loflied aan. Jezus komt in heerlijkheid, zijn shalom wordt werkelijkheid. Alle dingen maakt Hij nieuw, Hij is de Heer van mijn leven. Het laatste couplet uit lied 10 zingen wij straks als gebed nadat we geluisterd hebben naar de wet van God. Lied 10, het laatste couplet, schep in mij God een hart dat leeft in het licht. Lied 10, het laatste couplet, nadat we geluisterd hebben naar Gods geboden. De geboden van God komen vanmorgen tot ons uit Exodus 20 en Marcus 12. Toen, maar ook nu, sprak en spreekt God al deze woorden. En hij zegt, ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid hebt. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig, een jaloers God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan de derde en de vierde generatie van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel, niet zinloos gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want de Heere God heeft in 6 dagen de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de 7e dag, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echtbreken, u zult niet stelen. U zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En toen aan Jezus gevraagd werd, wat is nu het belangrijkste van al deze geboden, toen antwoordde hij, het eerste van alle geboden is dit, hoor Israël, de Heere onze God, de Heere is één, en u zult de Heere uw God lief hebben, met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede hieraan gelijk is dit, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. Amen.
in mij, God, een hart dat leeft in het licht. Geef mij een vaste geest die diep van binnen, zonder onzekerheid, u blijft beminnen. Verwerp mij niet van voor uw aangezicht. Ontneem mij niet uw heilige geest, o God. Laat in uw huis mijn hart zich nu verblijden. En richt geheel mijn wil op uw gebod. Dan zal ik zondags op uw wegen leiden. Voordat we nu samen de Bijbel open doen, willen we eerst aan de Heere God vragen of Hij ons hart wil openen voor zijn boodschap. Mag ik u en jullie voorgaan in gebed. Heer Almachtige, trouwe God, Vader in de hemel. U bent het die ons vanmorgen hier bij elkaar hebt gebracht. Hier bij uw gemeente. Gemeente die u zelf hebt gesticht, waar uw hand achter zit. En zoals het begonnen is, zo gaat het eigenlijk ook elke keer weer door. U bent de God die roept. U bent de God die mensen samenbrengt. Samenbrengt rond een open Bijbel. Samenbrengt om te zingen tot eer van u en om tot u te bidden. En zo zijn we vanmorgen hier samengekomen met de christelijke gemeente van Bundemeersen. Samen met een heel aantal mensen die hier in de omgeving op vakantie zijn, met gasten. En we danken u dat wij elkaar mogen ontmoeten. We danken u dat er kinderen bij ons zijn. En we danken u dat we samen zo dadelijk de Bijbel mogen lezen. En nou willen wij u bidden en vragen, als wij die Bijbel lezen, wilt u dan niet alleen de Bijbel openen, maar ook ons oor en ons hart. Want de Bijbel kunnen wij open doen en we kunnen eruit lezen. Maar uit onszelf hebben wij een gesloten oor en zeker ook een gesloten hart voor uw woord. Geeft u dat vanmorgen ons oor en ons hart voor u geopend wordt. Allereerst ons oor, dat wij vanmorgen kunnen luisteren. Dat onze aandacht gevangen zal worden door datgene wat u zegt. Het kan zomaar gebeuren dat we in een kerkdienst zijn en dat we druk zijn met de dingen van gisteren, de dingen van morgen, de plannen die we hebben, of de zorgen die we hebben, dat die ons zo bezighouden, dat de dienst voorbij is zonder dat we echt geluisterd hebben. Het kan zomaar zijn dat onze gedachten zomaar afgeleid worden en dat we hier wel zijn, maar dat we weinig of niets horen van wat u zegt. Wij vragen u, laat het vanmorgen anders zijn. Geef ons een open oor. Geef dat niets ons zal verhinderen om te luisteren. Maar geef onder u ons niet alleen een open oor, maar ook een open hart, dat de boodschap van u, dat die ook werkelijk in ons hart en leven binnen zal komen. Want wij moeten u eerlijk vertellen dat wij dat van onszelf niet hebben. Dat hart van ons, dat zit potdicht voor datgene wat u wil zeggen. Wij willen zelf ons eigen leven bepalen, eigen baas zijn, en we willen ons weinig of niets laten gezeggen door u. We beleiden u dat vanmorgen. En we vragen u, opent u zelf ons hart. Want u hebt daarvoor de macht, u hebt daarvoor de sleutels in handen. Open ons hart voor uw woord. Zodat uw woord binnenkomt. Zodat uw woord ons raakt. Zodat wij er vanmorgen iets aan hebben. Daar vragen wij om. Om het werk van uw Heilige Geest vanmorgen. Dat u ons oog en ons hart verlicht. Wilt u geven dat er vanmorgen voor ieder van ons iets bij zal zijn? We bidden dat voor de kinderen, voor jongeren, voor ouderen. Geef dat we allemaal iets mee mogen nemen, straks als we weer hier vandaan gaan. Een zinnetje uit een lied,
Een woord uit de lezing straks of een gedachte uit de preek. Iets waar we nog eens over na kunnen denken. Waar we kracht en energie uithalen. Waar we in de komende week nog eens op zullen herkauwen in onze gedachten. Dat we de kracht van uw woord ook echt in ons leven ontvangen. Daar bidden we om. Wij weten dat wij dat niet verdiend hebben. Wij hebben net uw geboden gehoord. En we hebben daarna ook al zingend gebeden om uw vergeving, want dat hebben we dan nodig. Dat woord van u, dat gebod van u, dat is altijd te hoog voor ons. Wij halen dat niet, die norm. Wij beleiden u dat ook vanmorgen eerlijk en we vragen u, vergeef ons al onze zonden door het bloed van de Heer Jezus Christus. Dat hebben we nodig, dat u ons weer rein en nieuw maakt. Maar wij weten ook dat u graag vergeeft en dat u graag geeft, dat u een milde, een vrijgevige God bent. En wij komen vanmorgen tot u met onze handen vol schuld en zonde. Maar we vragen u, wilt u het allemaal wegdoen? En wilt u het allemaal vergeven? Maak ons nieuwe mensen. Mensen die rein zijn voor u. Heer, we vragen u om vanmorgen een goede dienst. Wilt u dat hier bij ons geven? Ook bij de allerkleinste, ook bij hen die daar oppassen. We vragen u om een goede dienst met elkaar, ook voor hen die nu of later met ons meeluisteren. Zegen ook hen. Geef dat er vanuit deze dienst ook iets uit mag gaan, als we straks weer de wijde wereld ingaan. Dat wij uw evangelie allemaal mogen meedragen. In onze daden en misschien ook wel in onze woorden, dat we iets mogen doorgeven van wie u bent. Dat anderen het aan ons mogen zien, dat het goed is om u te dienen en om u te kennen. En dat we dat mogen uitstralen. We bidden u voor alle plaatsen waar uw evangelie vandaag zal klinken. In ons eigen land, bij de gemeente waarbij we zelf horen. Dichterbij of verder weg. Wilt u geven dat de dienst gezegend wordt? Wilt u geven dat het werk van zending en evangelisatie, waar dat ook plaatsvindt, ook uw zegen mag ontvangen? Die plaatsen waar uw kerk heel jong is en ook heel klein. We bidden u om bemoediging voor hen die daar werken. We vragen u om een zegen voor alle broeders en zusters die vervolgd worden. Geef hen kracht om het vol te houden. Geef dat hun omstandigheden ook wat mogen veranderen. Maar geef ook dat ze tot zegen mogen zijn. Heere, wilt u wereldwijd regeren. Zegen ook uw volk Israël. Zegen ons volk. We bidden ook voor onze koning die vandaag zijn verjaardag viert. Of eigenlijk is het al gevierd, maar hij is vandaag jarig. Wilt u met hem zijn? Wilt u uw zegen aan hem geven? En aan heel het vorstenhuis, geef ook dat zij uw Heilige Geest mogen ontvangen, steeds opnieuw, en dat ze de Heer Jezus mogen dienen. Dat onze koning zal buigen voor de koning, koning Jezus. En dat onze koning, die koning ook zal dienen, daar bidden we om. En dat wij dat ook mogen merken. Wilt u ons zo vanmorgen een goede dienst geven met elkaar? Wij bidden en vragen u dat, in de naam van Jezus, uw Zoon, uit genade. Amen. Wij gaan vanmorgen de Bijbel lezen en we doen dat in het Oude Testament in 2 Koningen 6 en in het Nieuwe Testament in de brief van Paulus aan de gemeente van Efeze, het eerste hoofdstuk. 2 Koningen 6 vers 14 tot en met 17, Efeze 1 vers 15 tot en met 23. En de lezingen worden vanmorgen gedaan door Betty. Tot 17. Toen stuurde de koning van Syrië daar paarden en strijdwagens heen en een groot leger. Die kwamen 's nachts en omsingelden de stad. De dienaar van de man Gods stond heel vroeg op en ging naar buiten. En zie, een leger met paarden en strijdwagens omringde de stad. Toen zei zijn knecht tegen hem, ach mijn heer, wat moeten wij doen? Hij zei, wees niet bevreesd, want die bij ons zijn, zijn meer dan die bij hen zijn. En Elisa bad en zei, Heere, open toch zijn ogen, opdat hij ziet. En de Heere opende de ogen van de knecht, zodat hij zag. En zie,
De berg was vol paarden en strijdwagens van vuur rondom Elisa. Efeze 1, vers 15 tot en met 23. Christus, het hoofd van de gemeente. Daarom, omdat ook ik gehoord heb van het geloof in de Heere Jezus onder u en van de liefde voor alle heiligen, houd ik niet op voor u te danken, als ik in mijn gebeden aan u denk, opdat de God van onze Heere Jezus Christus, de Vader van de Heerlijkheid, u de geest van wijsheid en van openbaring geeft in het kennen van hem. Namelijk, verlicht de ogen van uw verstand, om te weten wat de hoop van zijn roeping is en wat de rijkdom is van de heerlijkheid van zijn erfenis in de heiligen. En wat de alles overtreffende grootheid van zijn kracht is aan ons die geloven, overeenkomstig de werking van de sterkte van zijn macht, die hij gewerkt heeft in Christus toen hij hem uit de doden opwekte en aan zijn rechterhand zette in de hemelse gewesten, ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de komende. En hij heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen en heeft hem als hoofd voor alle dingen gegeven aan de gemeente, die zijn lichaam is en de vervulling van hem die alles in allen vervult. Vanmorgen wil ik met u en jullie stilstaan bij Efeze 1, het tweede gedeelte van vers 17 en het eerste gedeelte van vers 18, waar we een gebed lezen van Paulus voor deze gemeente en waar hij vraagt dat God u de geest van wijsheid en van openbaring geeft in het kennen van hem, namelijk verlichte ogen van uw verstand om te weten wat de hoop van zijn roeping is. Het thema voor de preek vanmorgen is: de Heilige Geest leert ons het testament lezen. De Heilige Geest leert ons het testament lezen. En dan kijk ik vanmorgen eerst even naar de jongens en meisjes. Ik heb begrepen dat het gebruikelijk is dat jullie wat naar voren komen. Er zijn er vanmorgen wat veel, dus jullie mogen even blijven zitten. Maar ik probeer eerst aan jullie uit te leggen waar het vanmorgen een beetje over gaat. De gemeente hier, die heeft een jaarthema, dat staat hier voorop, dacht ik, ja, over de Heilige Geest. En ze vroeg aan mij of ik daar ook vanmorgen iets over wilde zeggen, de Heilige Geest. Nou, als het gaat over de Heilige Geest, dan is dat best wel moeilijk. Wie de Heilige Geest is en wat hij doet. God de Vader, dat kunnen we ons een beetje voorstellen, de Heer Jezus, dat weten we. Wat hij gedaan heeft, en dat kunnen we ons ook voorstellen, maar de Heilige Geest is een beetje moeilijk. Wat doet de Heilige Geest nu? Is er iemand van jullie die daar al iets over weet? Ben ik even benieuwd. Wie weet wat de Heilige Geest allemaal doet? Jullie weten het niet of je durft het niet te zeggen. Ga ik je één voorbeeld geven wat de Heilige Geest doet. Geloven, dat vinden wij vaak best moeilijk. Nou, de Heilige Geest wil ons helpen bij het geloven. Hoe doet hij dat? Geef ik een voorbeeld van. Ik woon zelf in een heel klein dorpje, dat heet Dorkwet, dat weet niemand waar het ligt. Maar het ligt dicht tegen de stad Groningen aan. Dat is helemaal aan de andere kant van Nederland. En vanuit ons slaapkamerraam kijken wij zo naar de stad Groningen. En die is heel dichtbij, die kunnen we ook goed zien. En de stad Groningen heeft een hele mooie kerk, dat is de Martinikerk. Met een hele hoge toren, de Martinitoren. En hoe donker het ook is, ook in de winter, wij kunnen vanuit ons slaapkamerraam altijd de Martinitoren zien. Ook als het helemaal donker is. En hoe komt dat? Nou, die Martinitoren die is verlicht door een aantal schijnwerpers. En dat gebeurt wel eens vaker bij mooie oude kerken, zal hier in de omgeving ook wel zijn en waar jullie wonen, dat een mooie oude kerk verlicht is door een aantal schijnwerpers. En dan kom je van ver af naar je dorp toe rijden en dan zie je die mooie kerktoren. Die schijnwerpers, die wijzen naar die toren en die zeggen, kijk eens hoe mooi die is. Nou, de Heilige Geest doet eigenlijk hetzelfde. De Heilige Geest is de schijnwerper. En wie zou de Heilige Geest aanwijzen? Wie durft dat te zeggen? Zeg het maar. De Heere God en de Heere Jezus. De Heilige Geest, goed zo, de Heilige Geest die wijst naar de Heere God en naar de Heere Jezus.
die laat hem ons zien. Als wij de Heere Jezus leren kennen, dan komt dat door de Heilige Geest. Die is als het ware als een schijnwerper, die wijst naar Jezus en naar de Heere God. Nou, daarover gaat het vanmorgen. Daar gaan we het met elkaar over hebben. Maar voordat we dat gaan doen, gaan we eerst nog met elkaar zingen. Een lied, een gebed tot de Heilige Geest. Dat is lied 117. Lied 117 gaan we met elkaar zingen. En voor en tijdens het zingen worden er twee collecten gehouden. De eerste collecte is voor de gemeente hier. En de tweede collecte voor Stichting Friedenstime voor evangelisatie in Rusland. De eerste collecte dus voor de gemeente hier. De tweede collecte voor Friedenstime. Die worden nu gehouden en wij gaan zingen lied 117.
Straks na het amen van de verkondiging zingen wij lied 2, daarvan het eerste en het laatste couplet. Heere, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend en Gods verborgen omgang vinden, zielen waar zijn vrees in woont. Lied 2, het eerste en het laatste couplet na het amen van de preek en straks zullen we dat doen zonder nadere aankondiging. Opdat God u de geest van wijsheid en openbaring geeft in het kennen van hem, namelijk verlichte ogen van uw verstand. De Heilige Geest leert ons het testament lezen. Gemeente van Jezus Christus, als jij vanmorgen de preek in één zin wil, soms is dat handig, nog eens aan terug te denken, waar ging het nou precies over, de preek in één zin, dan zou ik zeggen deze zin. Als je de Heer Jezus Christus kent, dan ben je rijker dan je denkt. Als je de Heer Jezus kent als je verlosser en zaligmaker, dan ben je rijker dan je denkt. Ja, het komt voor dat er mensen zijn die hun eigen rijkdom niet kennen. Soms lees je zoiets of hoor je zoiets. Een verhaal van iemand, hij is Jan Modaal. En die ontvangt op een bepaalde dag een brief van een notaris. Nou, stel je voor dat u dat bent. Zo'n brief van de notaris. En je maakt hem open en je leest dat door en je zegt, ja, wat hier nu precies staat, ik weet het eigenlijk niet. Ik snap het eigenlijk niet. Want ja, die brieven van de notaris, dat is vaak wat ingewikkeld. En je hebt niet gelijk door wat er aan de hand is. Maar je denkt wel, het is wel belangrijk. En je neemt die brief mee en je gaat naar het notariskantoor. En je zegt, kan iemand mij uitleggen wat hier nu precies staat? Kun je dat gewoon in normaal Nederlands doen? En is er iemand op dat notariskantoor die zegt tegen je, nou, dat is een hele mooie brief, want je staat in een testament en je krijgt een enorme erfenis. Nou, als dat gebeurt, dan verandert je hele wereld eigenlijk. Want opeens besef je het, ik ben rijk. Ik was Jan Modaal. En toen ik die brief kreeg, toen die erfenis aan mij is toegekend, toen werd ik rijk, maar ik wist dat nog niet. Maar nu die meneer mij heeft uitgelegd hoe die brief is, nu die meneer mij het testament heeft leren lezen, nu besef ik hoe rijk ik ben en je wordt blij. Toen je naar die notaris ging, was je al rijk, maar je wist het nog niet. Maar dan als je terugrijdt, dan heb je een glimlach op je gezicht. Want je beseft hoe rijk je bent. En je bent blij en je mag eruit gaan leven, uit die rijkdom. Je bent dankbaar. Het leven wordt heel anders. Het leven wordt heel anders door die man op dat notariskantoor of die vrouw die jou heeft geleerd hoe je dat testament moet lezen. Nou, zo iemand is de Heilige Geest ook. Als je de Heilige Geest kent, als je de Heilige Geest hebt in je leven, als je beseft wat de Heilige Geest doet, dan mag je geloofsleven een stuk rijker worden. Een stuk ontspannender, een stuk blijer. Want de Heilige Geest leert je het testament lezen, leert je de rijkdom kennen. Paulus schrijft dat in deze brief aan de gemeente van Efeze. En eigenlijk is dat de kern, de rode draad door heel de brief. Leer je rijkdom kennen als christen, als christenmens. Het is een hele diepe brief, met hele diepe gedeelten. Calvijn noemt deze brief het Zwitserland van het Nieuwe Testament. Nou, in Zwitserland, daar heb je hele hoge bergen en diepe dalen. En in Zwitserland heb je weidse vergezichten. Je raakt ervan onder de indruk, je wordt er blij van. Nou, zo is het ook in deze brief. Weidse vergezichten. Hele diepe, hele hoge dingen. Leer je rijkdom kennen. Dat is eigenlijk wat Paulus tegen deze gemeente zegt. Ja, zo is het begonnen toen Paulus in deze gemeente kwam. In Handelingen 19 kunnen we dat lezen. Paulus komt in deze gemeente en deze gemeente die leeft onder de maat. En dat heeft ook alles te maken met het werk van de Heilige Geest, met het ontdekken daarvan. En Paulus is het middel in Gods hand geweest om hen te leren wat de rijkdom is. Om hen de Heilige Geest ook te leren kennen. En een hoofdstuk later in Handelingen 20 blijkt dat er een enorme band gegroeid is tussen Paulus en deze gemeente. Want ze kunnen elkaar maar moeilijk loslaten. Paulus heeft de gemeente lief gekregen. En de gemeente heeft Paulus lief gekregen. En Paulus, hij zegt in hoofdstuk 20 van Handelingen, dat het na zijn vertrek in de gemeente zwaar zou worden.
En daarom nemen ze afscheid onder tranen. En Paulus die wordt, zoals hij zelf al gezegd heeft, gevangen genomen. Maar als hij gevangen zit, schrijft hij toch nog een brief aan deze gemeente, om de gemeente te bemoedigen. En hij stuurt zijn medewerker Tychicus op pad met die brief, als een soort postbode zouden wij zeggen, en die gaat die brief brengen in de gemeente. En Paulus laat weten dat hij meeleeft met deze gemeente. Hij leeft mee met de gemeente doordat hij voor de gemeente bidt en blijft bidden. Ja, hoe kun je beter met de gemeente meeleven dan biddend? Net voor de dienst al even gezegd, de kracht van het gebed. Paulus, hij blijkt intens te bidden voor alle gemeenten en ook voor deze gemeente. En de vraag die ik vanmorgen maar direct stel is, hoe leven wij mee met de gemeente hier? En ook met de gemeente waar we horen als we hier op vakantie zijn. Als je echt meeleeft met de gemeente, dan bid je voor de gemeente. Zeggen wel eens oudere mensen tegen mij als ik op bezoek ben, dan zeggen ze, ja, ik kan zo weinig meer betekenen voor de gemeente. Ik zou zoveel willen doen, maar ik kan het niet meer. Dan zeg ik altijd, maar ja, het belangrijkste wat u kunt doen voor de gemeente is voor de gemeente bidden. Dat is het allerbelangrijkste. Maar dat kunnen we natuurlijk ook doen als we jonger zijn. Bidden voor de gemeente, laten we dat doen. Voor de gemeente hier en elders. Paulus, hij doet het, hij dankt en hij bidt voor de gemeente. Dat hebben we gelezen in hoofdstuk 1. Vers 15 tot en met 23. Want Paulus had nog wat gehoord uit die gemeente en dat maakt hem dankbaar. Hij hoort dat de gemeente leeft vanuit het geloof in de Heer Jezus. En ook dat er liefde is tot de heiligen, zegt hij. Die mensen in Efeze die verwachten het van de Heer Jezus. Ze leven uit wat de Heer Jezus heeft verdiend. Dat zou je kunnen zeggen, dat is de theorie. Maar ze leven het ook uit in de praktijk. Ze kijken naar elkaar om in de gemeente. Bidden ze voor elkaar en helpen ze elkaar praktisch? Hele mooie berichten zijn dat, die Paulus hoort uit Efeze. Wat zou Paulus horen uit deze gemeente? Wat zou Paulus horen van ons als iemand over ons zou schrijven? Wat zijn wij voor mensen? Nou, in de gemeente van Efeze was het best positief. Er is geloof in de Heer Jezus en daar leven ze uit en er is liefde onderling. Geweldig, zulke berichten. En toch lijkt Paulus niet helemaal tevreden te zijn. Want Paulus dankt niet alleen, hij bidt ook voor de gemeente. Hij zegt dat hij bidt tot de God van Jezus Christus en de Vader der Heerlijkheid. Zo omschrijft hij de Heere God. Hij omschrijft God de Vader ook als de God van Jezus. Doet ons denken aan dat kruiswoord waar de Heer Jezus zegt, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En tegelijkertijd weten we ook dat de Heer Jezus zelf ook echt God is. Denk maar aan Thomas die het zegt, mijn Heer en mijn God. Hij bidt tot God de Vader der Heerlijkheid. Want God noemt hij zo, God is zo heerlijk. God is een heerlijk God. En God maakt heerlijke dingen. En Paulus heeft hoge dunk, hoge verwachting van God. De heerlijkheid van God. Ja, die blijkt het meest in het verlossingswerk van de Heer Jezus. En daar bidt hij om. Dat de gemeente dat meer en meer gaat beseffen. Hij bidt dat de gemeente mag groeien. Niet zozeer dat er meer mensen komen. Maar Paulus bidt dat de gemeente zal groeien in de diepte. Dat er meer kennis zal komen. Hij bidt om de Heilige Geest. En in deze brief komt dat in verschillende facetten naar voren. Wat de Heilige Geest doet. Ik beperk me vanmorgen. Ik heb in de eigen gemeente daar een korte serie over gehouden. Wat de Heilige Geest allemaal doet. Maar hier legt Paulus de vinger erbij dat de Heilige Geest nodig is om God te leren kennen. Daar is de Heilige Geest dus voor nodig. En nou, als ik het heb over leren kennen, over kennis, dan denken de jongens en meisjes misschien wel gelijk aan school. Want op school moet je ook dingen leren kennen. En wat leer je allemaal op school? Nou, bijvoorbeeld de tafels en woorden leer je van de taal. En er is iemand die je helpt, de juf of de meester, die helpt jou om iets te leren kennen. Hij legt het jou uit, of zij. En ze gaat met jou oefenen en ze gaat jou overhoren. We noemen dat onderwijzen. En de bedoeling is dat jij het gaat begrijpen. En dat je aldoende gaat leren. Dat je de dingen begrijpt, dat je kennis krijgt, dat je dingen ervaart. Ja, zo zou ik het kennen van God kunnen omschrijven. Maar toch zou ik het nog iets anders willen doen. Als je de Heere God leert kennen, dan leer je niet iets kennen, maar dan leer je iemand kennen.
Als ik iemand leer kennen, als ik met iemand vaker omga, je zou kunnen zeggen, als je op school zit, dan leer je de meester kennen en de juf. Als je een nieuwe meester of nieuwe juf hebt, dan ben je soms nerveus. Dan denk je van, nou, is ze wel aardig? Maar je leert ze langzaamaan steeds beter kennen. Nou, zo gaat het ook in het kennen van God. Dat is kennen door ervaring. En christen kent God, omdat hij met God omgaat. En de Heilige Geest wil ons daarbij helpen, zegt Paulus. De geest die hier genoemd wordt, de geest van wijsheid en openbaring. En we gaan vanmorgen proberen te ontdekken wat de Heilige Geest dan precies doet. De Heilige Geest is de geest van wijsheid en openbaring. Hij is de onderwijzer, zou je zeggen. Hij geeft je kennis, hij geeft je wijsheid. Hij openbaart dingen. Ja, de geest van wijsheid en openbaring, als je verder gaat lezen in de Bijbel, dan kom je erachter dat dat al eerder in de Bijbel zo genoemd wordt. De geest van inzicht. De geest die inzicht geeft. Dat zijn woorden uit Jesaja 11. Daar staat in Jesaja 11 vers 2, op hem zal de geest van de Heere rusten, de geest van wijsheid en inzicht, van raad en van sterkte. En in Jesaja 11 gaat het over de Messias, over de Heer Jezus. Dus eigenlijk zegt de Bijbel, de Heilige Geest is de geest van Jezus. Op Jezus, toen Jezus op aarde was, rustte de geest op hem. En nu deelt Jezus de Heilige Geest uit. Dat deed hij al met Pasen, toen staat er, hij blies op hen en hij zei, ontvang de Heilige Geest. En in Handelingen 2 op de Pinksterdag lezen we dat opnieuw. Deze Jezus heeft God doen opstaan. Hij is verhoogd door de Vader. En hij heeft de Geest ontvangen en hij stort die Geest nu uit. De Heilige Geest, die komt bij de Heer Jezus vandaan. De Heer Jezus had wijsheid en inzicht door de Heilige Geest. En diezelfde Heilige Geest komt nu op mensen, op de gelovigen. De Heilige Geest die ons God leert kennen. Die wijsheid en inzicht geeft. Ja, laat ik allereerst maar dit zeggen. Dat is iets wat wij nodig hebben, wijsheid en inzicht, om God te leren kennen. Want uit onszelf kennen wij de Heere God niet. En is het nog sterker, dat uit onszelf willen we de Heere God helemaal niet kennen. Wij mensen, zegt de Bijbel en dat leert de praktijk ook, wij leven in het donker en wij vinden dat best. Dan zeggen mensen soms, ik heb niks met God. En ik vind het prima ook. En als je wat netter bent opgevoed, dan zeg je het misschien anders. Maar eigenlijk wil je de Heere God helemaal niet kennen. Maar de Heilige Geest, die geeft ons wijsheid en inzicht. Die leert ons de Heere God kennen. Als je de Heilige Geest niet hebt, ken je de Heere God niet. Maar als de Geest in ons komt, dan raak ik verbonden met de Heer Jezus. En dan geeft de Heilige Geest mij oog voor het werk van de Heer Jezus. Dat is zijn eigenlijke werk. Wat doet de Heilige Geest? Altijd weer brengt hij mensen bij Jezus. Hij leert ons Jezus kennen. Eerst ben je mens zonder Jezus. Ja, Jezus is er wel, maar je hebt niks met Jezus. Maar door de Geest komt er een band met Jezus. Je krijgt Jezus nodig, je ontdekt het, ik heb ook een zaligmaker nodig. Dat vertelt de Heilige Geest je. En dan ontdek je, hey, Jezus, dat is de zaligmaker, die heb ik nodig. En dan leert de Heilige Geest je later ook zeggen, de Heer Jezus is mijn zaligmaker. Dat doet de Heilige Geest, die wijst ons de Heer Jezus aan. Die zet de Heer Jezus in het volle licht, als een schijnwerper, zoals die schijnwerper een prachtige oude kerk aanwijst. Zo wijst de Heilige Geest altijd weer Jezus aan. Hij geeft zicht op hem. En dan gaan je ogen als het ware open. Zoals het gebeurde bij die knecht van Elisa in 2 Koningen 6. We hebben dat verhaal gelezen. Klein stukje uit dat verhaal. Eerst zag hij het niet, dat er bescherming van God was, en later zag hij het wel. Zijn ogen gingen open. En ik vraag vanmorgen maar, ken jij dat ook in je leven? Dat je ogen zijn opengegaan. Dat je de Heer Jezus ontdekt hebt in je leven. Dat jij het hebt geleerd. Ik kan niet leven zonder Jezus. Dan heb je het geleerd, de Heer Jezus, ik heb hem nodig, want ik heb een zaligmaker nodig. Uit mezelf word ik niet zalig. Ik kan mezelf niet zalig maken. Ik heb een zaligmaker nodig. Ik heb schuld. En je leert het tegelijkertijd of later. Jezus, hij is de zaligmaker. Hij is mijn zaligmaker.
Als u dat weet in uw leven, het belangrijkste om te weten, als u dat weet, dan is dat door de Heilige Geest. Hij heeft u wijsheid, openbaring en inzicht gegeven. Hij heeft ervoor gezorgd dat het licht valt op de Heer Jezus en dat je de Heer Jezus ziet. Ik hoop dat je het herkent en dat je zegt, ja, dat zijn mooie momenten. Ik weet het nog, misschien zegt u dat, toen ik voor het eerst ging geloven. Dat ik voor het eerst, als het ware, de Heer Jezus zag. Geweldig. Maar het is niet alleen voor de eerste keer nodig, ook voor de tigste keer. Want elke keer blijft het nodig. We zijn en blijven als mens afhankelijk van de Heilige Geest. Dat Hij het ons openbaart. Dat Hij mij verlicht de ogen van het verstand geeft, van het hart. Als de Heilige Geest werkt, dan zie ik de Heer Jezus. Dan is het alsof de mist optrekt. Dan is het mistig en opeens dan is die mist weg. Nou, zo is het als de Heilige Geest er is in je leven. Dan leert je Jezus zien en Jezus kennen. Jezus liefhebben, Jezus vertrouwen. Dan komt Hij in het oog, prachtig. In het geloofsoog hebben we het dan over het oog van het hart. Door de Geest krijg ik een helder zicht op de Heer Jezus en op zijn verlossingswerk. Het licht valt op Hem. Ja, hoe doet de Heilige Geest dat? Nou, de Heilige Geest doet dat altijd weer door de Bijbel. Door het woord van God, want het woord van God en de Heilige Geest horen nou helemaal bij elkaar. Dat doet de Heilige Geest bijvoorbeeld in de kerk of in een kerkdienst. We zeggen wel de kerkdienst, dat is de werkplaats van de Heilige Geest. En dat doet de Heilige Geest als je avondmaal viert. En als je terugdenkt aan je doop. En als je thuis de Bijbel leest en als je het lied zingt. Het lied wat gaat over Jezus, over zijn kruis en opstanding. En dat is tegelijkertijd de verantwoording van ons mensen. Wij moeten bezig zijn met de middelen die de Heilige Geest geeft. De Bijbel moet open in mijn leven. En ik moet bidden om de Geest. En zo geeft de Heilige Geest mij telkens weer zicht op Jezus. Voor het eerst en steeds weer, steeds meer, steeds dieper. Ja, met name daar heeft Paulus het over. Want de lezers van deze brief kennen de Heer Jezus. Ze leven met hem en Paulus verlangt zo dat ze daarin groeien. Paulus verlangt naar groei en dan niet zozeer in aantal, maar groei in de diepte. Hij zegt tegen de gemeente van Efeze, jullie kennis is nog niet diep genoeg. En daarom bidt hij om meer inzicht, om een dieper leven met God. Daar is de Heilige Geest voor nodig. Paulus verlangt naar groei in de gemeente. Mag ik eens vragen, kennen wij dat? Dat verlangen voor onszelf en voor de gemeente? Laten we daarom bidden, om groei, om meer kennis. En dan kennis nogmaals niet in het hoofd, dat is koud, maar kennis met het hart, dat is warme kennis. Dieper inzicht, wijsheid, openbaring, dat is nodig. Dat je meer beseft van de rijkdom die je hebt. Dat je testament leert lezen. Dat je de erfenis ontdekt, hoe hoog die is. Maar ook welke prijs daarvoor betaald is. Paulus zegt, als je de Heer Jezus kent, gemeente van Efeze, dan ben je rijk, enorm rijk. En dat wil ik, zegt Paulus, dat jullie dat weten, want dan word je blij. Denk maar aan die knecht nog maar even van Elisa. Wat is die knecht eerst bang? Want die knecht die kijkt uit de stad dood aan en die stad is helemaal omsingeld door vijandige soldaten en hij wordt heel bang. Hij ziet gevaar. Hij ziet negatieve machten. En daar raak je helemaal depressief van. Die zijn er ook vandaag. Maar Elisa bidt dat zijn ogen open gaan. En dat hij meer ziet. En wat zag hij toen God zijn ogen opende? Hij zag een leger van engelen dat veel groter was dan het leger van Syrië. En hij zegt dat die bij ons zijn, zijn meer dan die bij hen zijn. Ja, als je oog open gaat voor de macht van God en voor de rijkdom van God, dan word je blij. Open ogen, dat geeft blijdschap. En daar bidt Paulus om, verdieping van de kennis van God. En Paulus omschrijft dat in drie dingen in vers 18 en 19. Hij zegt de hoop van de roeping, de rijkdom van de erfenis en de kracht van God die in ons werkt. Hij zegt als je daar oog voor krijgt, dan word je blij. Dan gaat de sluier weg en je ziet het. Ja, wat zie je dan? Ja, de Geest geeft oog voor de hoop van de roeping. Dat is het eerste wat Paulus schrijft. Paulus zegt jullie zijn door God geroepen. Door de preek heen, door het Bijbellezen heen, je hebt het ontdekt. Het gaat ook over mij, ik word geroepen. Ik ben geroepen bij mijn doop.
Ik ben geroepen in de kerk, ik word bij mijn naam genoemd. God die tegen me zegt, jij hoort bij mij. Geroepen door God. Dat heeft God gedaan in het verleden. Maar dat heeft een heerlijke uitwerking in de toekomst. Geroepen tot heerlijkheid. Kijk eens wat er van komt. De eeuwige heerlijkheid, daar ben je toe geroepen, zegt Paulus. En die eeuwige heerlijkheid die is zo groot, wat geen oog gezien heeft. Wat geen mensenhart bedacht heeft. Dat heeft God voor je klaar liggen. Je moest dus weten. Als je dat beseft, dan krijg je hoop. Innerlijke zekerheid. Dat je in het volle heil van God zult delen. Tweede, zegt Paulus, is de rijkdom van de erfenis. Nou, dat doet me denken dus aan die notaris. Je bent erfgenaam. Je bent Jan Modaal. Maar je bent nu erfgenaam. En je hebt een erfenis ontvangen en je bent steenrijk geworden. Dat kan. En als je het gaat beseffen, dan word je o zo blij. Nou, hier op aarde zijn we soms als christenen Jan Modaal of nog minder. Maar straks, na dit leven, dan is er de volle rijkdom, de volle heerlijkheid. God heeft een erfenis klaar liggen voor ons. Voor ieder die zicht krijgt op Jezus. En de Heilige Geest geeft ons daar oog voor. Ik las een citaat van een martelaar. Die zegt het zo. Die martelaar die natuurlijk een naar leven heeft gehad, omdat hij gemarteld is. Hij zegt, we hebben een zwaar ontbijt gehad. Maar het diner zal heerlijk zijn. Want binnenkort zijn we bij God in de hemel. Hier op aarde is het soms strijd en pijn en moeite. Het leven gaat niet altijd voor de wind. Maar straks is dat voorbij. En de Heilige Geest wil je oog daarvoor geven, wil je oog daarop richten. Hij zegt, kijk eens verder. Ook vanmorgen. Het leven hier en nu, dat is niet het enige. De Heilige Geest wil u vandaag verder laten kijken. Dat je beter zicht, inzicht krijgt. Dat de mist optrekt, dat je verder kan kijken. Het leven duurt maar even, maar straks openbaart God de erfenis. En al Gods kinderen delen erin. Ieder die de Heer Jezus leerde lief krijgen in zijn leven. Ieder die leerde leven uit het offer van Jezus. Uit zijn verdiensten. Een erfenis, ja, die verdien je niet. Die krijg je. Zo is het ook met de zaligheid. Het is een geschenk. Maar dat geschenk is wel zeker. Dat is niet een misschien. Dat is een zekerheid dat je dat krijgt, die erfenis. Paulus zegt, kijk eens goed. En laat het eens op je inwerken. Straks, dan zijn alle zorgen, alle strijd is dan voorbij. De Heilige Geest, die wil mij door de Bijbel heen daar oog voor geven. Die wil mij vertellen waar het op uitloopt. Waar loopt het dan op uit? Nou, ik zal u daar een stukje van voorlezen waar het op uitloopt. Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. De eerste hemel en de eerste aarde waren voorbij gegaan. De zee was er niet meer. En ik, Johannes, schrijft Johannes in Openbaring 21, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen. Van God uit de hemel, gereed gemaakt als een bruid die voor haar man sierlijk gemaakt is. En ik hoor een luide stem uit de hemel zeggen, zie, de tent van God is bij de mensen en hij zal bij hen wonen. En zij zullen zijn volk zijn en God zelf zal bij hen zijn en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. De dood zal er niet meer zijn, ook geen rouw, geen jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. En hij die op de troon zit, zei, zie, ik maak alle dingen nieuw. En hij zei tegen mij, schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en betrouwbaar. Nou, de Heilige Geest die wil ons daar oog voor geven. Voor die heerlijke toekomst. Hij zegt het, zie, ik maak alle dingen nieuw. Dat is de rijkdom van de erfenis. Als je dat leert zien, dat stelt toch alles in een ander licht. Als je je rijkdom leert ontdekken, dan word je toch een ander mens van. Het derde wat Paulus noemt is de kracht die in ons werkt. Het gaat over het nu. Paulus bidt dat wij zullen beseffen welke kracht van God, nu in ons werkt. Dat we die kracht ontdekken. Nou, hoe leren we die kracht ontdekken? Door te kijken naar de Heer Jezus. Denk dan maar even terug aan vorige week, was het Paas. De Heer Jezus is door de kracht van God opgewekt uit de dood. Gods kracht.
riep hem terug uit de dood. Onvoorstelbaar, wat een kracht. De kracht van God, die maakt het onmogelijke mogelijk. Nou, zegt Paulus, diezelfde kracht van God, waarmee God Jezus opwekte, diezelfde kracht werkt in ons. In hoofdstuk 2 zegt hij ook, wij zijn geroepen uit de dood tot het leven. Ja, mensen zeggen wel eens, mijn geloof is zo zwak. En ik begrijp dat wel. En het klopt denk ik vaak ook wel, mijn geloof is zo zwak. Maar vanmorgen mag ik tegen u zeggen, gelukkig hangt het daar helemaal niet van af. Het hangt niet af van de kracht van mijn geloof. Nee, Gods kracht werkt in mij. En die kracht, dat is een enorme kracht. En dat is een effectieve kracht. En daarom nooit reden tot paniek. En daar bidt Paulus voor. Dat de Heilige Geest, de gemeente toen en de gemeente nu, het juiste inzicht geeft. Dat je de rijkdom leert ontdekken. Een christen, iemand die echt met Jezus leeft, is rijk. Is eigenlijk de rijkste op aarde. Dan ben je rijker dan dat je een loterij hebt gewonnen. Van de week zagen we dat nog, zo'n aanplakbiljet. En een paar kinderen van ons die zeiden dat, van tjoh, je zal dat hebben 30 jaar lang, 10.000 euro op je rekening. Dat kun je tegenwoordig winnen bij een bepaalde loterij of zo. 30 jaar lang. Dat is veel geld, dus dat uit te rekenen hoeveel dat was en hoe rijk je dan zou zijn. Geweldig rijk. Maar als je de Heer Jezus kent, dan ben je rijker. Dan heb je een hoop. Dan heb je een erfenis, dan is er een kracht die in je werkt. Paulus zegt de gemeente van Efeze, die leeft er niet volledig uit. Die leeft wat onder de maat. En mag ik het zo eens zeggen, ik denk dat het vandaag de dag ook nog steeds geldt. Dat de gemeente van vandaag ook onder de maat leeft. Als christen ben je vaak zo bezorgd. Bezorgd voor jezelf, bezorgd voor je kinderen, voor de kerk, voor de wereld, zal het wel goed gaan? Nou, de Heilige Geest wil ons dieper inzicht geven. Zodat we Jezus leren kennen, maar zodat we ook meer en meer leren leven uit de rijkdom van Hem. Soms zijn mensen rijker dan ze denken. Dan leven ze als armoedzaaier, maar ze zijn steenrijk. Zo is het ook met een christen. We mogen onze rijkdom ontdekken door de Geest. De Geest heb ik daarvoor nodig. Anders begrijp ik het Testament niet. En u snapt vanmorgen wel, ik heb het over het Oude en Nieuwe Testament. Dat leert de Geest mij lezen. En ik krijg verlichte ogen. En als ik het lees, dan zeg ik, jonge jongen, wat ben ik rijk. De Heilige Geest leert me, ik ben rijker dan ik dacht. De Heilige Geest maakt me blij. En doet me leven op de toonhoogte van het heil. Misschien maak ik me dan ook wel minder druk om al die dingen van deze tijd. Zullen wij net als Paulus maar bidden om meer van die Geest. In onszelf, in de gemeente. Dat we veel het Testament zullen lezen. En dat we inzicht zullen ontvangen in de rijkdom die God ons geeft. Een dieper inzicht, zodat het geloof verdiept wordt. En dat we meer en meer gaan leven tot eer van God. Tot grotere blijdschap. Dat we een doelgericht leven krijgen tot eer van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Lied 2, het eerste en laatste couplet.
We zullen nu samen met elkaar de Heere God danken en met hem voor elkaar bidden. Heer Almachtige, trouwe God, Vader in de hemel, wij komen tot u aan het einde van deze dienst. Wij danken u dat uw woord vanmorgen open mocht gaan en dat wij mochten spreken en luisteren, dat we mochten zingen en dat wij mogen weten dat uw Heilige Geest er ook vandaag is om ons te helpen. Wij willen u, o Heilige Geest, vanmorgen ook bedanken dat u al die jaren daar al mee door bent gegaan om mensen te brengen bij de Heer Jezus. Dat u velen van ons, misschien wel allemaal, dat hopen we op, oog hebt gegeven voor de Heer Jezus. Dat hebben we van onszelf niet, maar dat geeft u. En wij danken u daarvoor, dat u dat gedaan hebt. En we bidden u, gaat u ermee door en geeft u ons steeds opnieuw en steeds meer en steeds weer dieper inzicht van het werk van de Heer Jezus, van wat hij gedaan heeft voor ons, van die heerlijke erfenis die hij voor ons bereid heeft. Heilige Geest, wij hebben u nodig. En we bidden u om het werk van u in ons leven, persoonlijk, maar ook als gemeente. We bidden om uw zegen voor de gemeente hier. We danken u voor het goede wat u daar geeft. Ook voor het feit dat er nu een kerkelijk onderdak gevonden is. En dat de gemeente officieel is geïnstitueerd. Dank u wel daarvoor en we vragen u, wilt u dat allemaal tot zegen laten zijn? Dat hier de verkondiging van uw woord zal doorgaan. Week in, week uit en ook door de week allerlei momenten dat uw evangelie open gaat en klinkt, wilt u het zegenen. Zegent u alle mensen die door de jaren heen via deze gemeente in aanraking zijn gekomen met uw woorden, mensen die hier betrokken zijn geweest bij de gemeente. O God, geef uw zegen, ook in dit gebied van het land. Er is hier ook zoveel nood wat dat betreft, zo veel mensen die u niet kennen. En we bidden u, o Heilige Geest, wilt u ook hen wijsheid en inzicht geven, verlichte ogen van het verstand. En voeg hen bij deze gemeente of bij een andere gemeente, opdat uw koninkrijk ook hier zal komen en zal worden uitgebreid. Zegen ieder die bij de gemeente betrokken is, zijn of haar gaven en talenten besteed in de gemeente, geeft u daarin wat nodig is. En geeft u de vreugde en de blijdschap. En dat die ook mag uitstralen naar de omgeving. Zegen ons de rest van deze dag. Geef ons een goede dag met elkaar. Als we hier zijn op vakantie en ook als we als gemeente met elkaar optrekken. Heere God, wees met ons. Geef ons een goede week. We bidden u dat om Christus wil uit genade. Amen. Het laatste lied wat we gaan zingen is lied 31. Lied 31. En we zingen daarvan drie coupletten. Nummer 3, nummer 17 en nummer 53. 3, 17 en 53 van lied 31 willen we met elkaar gaan zingen en we zullen dat staande doen.
eredienst hadden we erover om nog het Wilhelmus te zingen, maar lukt dat? Jou niet te veel in verlegenheid breng. Dat is wel de Heer, hoor ik. Na de zegen is er in elk geval nog koffie. En de gemeente hier is ook gewend dat de gasten daar ook bij mogen blijven. En vindt het ook fijn als u dat zou willen doen. En is er ook eventueel nog gelegenheid om wat na te praten en eventueel nog een vraag te stellen. Ik zie jou inmiddels knikken, Johan. Dan zullen we na de zegen vanwege de verjaardag van de koning nog de twee bekende coupletten van het Wilhelmus zingen. Maar eerst willen we de zegen van onze God ontvangen. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de nabijheid van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen. Thank you.